Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Gazprom. UEFA Champions League sponsors. Walker, nog even inschuiven bij De Bruyne. Oei, voor Jesus. Kan hij er voorbij kappen? Ja, de save van Courtois. Goeie parade van Thibaut Courtois. Daar dan toch even een coup-genie van Kevin De Bruyne. En goed gedaan van Jesus. Ja. En van Courtois. Hier nog eens de kap van Jesus. Maar die komt niet meer naar de verste hoek. Eerste voorzet van Mendy volgen. Benzema! En nee, Vinicius krijgt hem erin. Oh! Goeie parade van Ederson. En Vinicius die leek een gemaakte goal aan de voet te hebben. Maar hij krijgt de bal er niet in. Hij glijdt weg, denk ik, op het moment van het besluiten. Het handje van De Bruyne. Courtois ook een handje. En op de lijkerrit. De volley van Jesus. Ja. Courtois tikt hem tot bij de spits. City toch meer aan de bal. Van in die eerste helft. Maris is vertrokken. Oh, mooi aangenomen. Nog altijd geen buitenspelparade van Courtois. Uitstekend. En de vlag blijft beneden. Courtois vraagt aan de man aan de zijkant, was dat geen buitenspel, maar nee dus. Walker, oh, laat hem liggen. Vinicius, dit is de kans voor Isco. En de goal, 1-0 Real. 1-0 Real, een foutje dat wordt afgestraft. En Vinicius met het overzicht. En Isco legt hem erin. En nadat de kansen kwamen komen aanrollen voor City, staat Real dan toch weer ineens op voorsprong. Ja, deze wedstrijd komt op temperatuur 1-0 voor Real. Maar Walker liet het wel liggen natuurlijk. Nou, dan waren ze langs beide kanten op aan het wachten op een fout van de tegenstander om die een keer af te straffen. En Real is de eerste die daarin slaagt. Daar gaat hij een eerste keer. Aarzelingetje bij Varane, dus Sterling heeft de bal. Kan voetballen met De Bruyne. Daar is hij. En een goede voorzet. En de goal. Jawel, Jesus kopt hem erin. Appel voor een duw in de rug van Ramos. Kijken, de VAR zal kijken. Maar Jesus heeft hem er toch ingekopt. Uitstekend werk. De voorzet van Kevin De Bruyne. Zeer zeker, want velen zouden een doelpoging ondernomen hebben om te trappen. Een wereld van verschil. Jesus gescoord, De Bruyne. Magistrale actie, daar zit hij al opnieuw. En Mahrez. Weer een voorzet, bijna de tweede. Jesus hoofd er tegen. Sterling. Nee, daar... Een penalty. Hij, oh, nee. Hij geeft een penalty. Over te willen gaan op dat been. Ja, het is natuurlijk vol de benen, de volle tackle. Ja. Ja, er is toch iets voor te zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, hij kan hem moeilijk ontwijken ook natuurlijk. Ja. En dan, als je daar gaat liggen waar je niet moet doorsprinten. Dus, ja, het is toch een penalty. Een hele domme tackle ook vooral van Carvajal. De Bruyne tegen Courtois. Zoals op training bij de Rode Duivels. Hij zou maar beter stoppen, Courtois, om Real toch wat in leven te houden. Daar komt hij, De Bruyne, en hij legt hem netjes in doel. Courtois de verkeerde kant uitgestuurd en City keert het hier op 4 minuten tijd. 1-2.
Een donkere, donkere wolken, pikzwarte wolken boven Bernabeu. En Jesus is er vandoor. Jesus, oh, hij gaat duiken. Dit is echt toch duiken. Wat gebeurt er? Hij gaat hem net buiten de 16 leggen, denk ik, maar wel fout geven. Ja, een rode kaart dan. Dan is het een rode kaart. Dat is waar. Ja, dan moet Ramos eraf. Een rode kaart moet er dan. Ja, daar is ze, de rode kaart voor Sergio Ramos. Wel, heel pijnlijk. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Gazprom. UEFA Champions League sponsors.